26 mei, we zitten bij Boekhandel de Vries. Daan is gastheer. Ik zit hier met Jannie Peres en Jannie, je hebt een nieuw boek, Het Wolkenpaviljoen. En allereerst wil ik zeggen, wat een prachtig boek heb je geschreven. Hoe is dat zo gekomen, Het Wolkenpaviljoen? Het begon eigenlijk allemaal met een foto die ik jaren geleden al een keer had gezien in de krant. En dat was een heel merkwaardige foto van een nest. Het was gemaakt door twee ingesloten duiven in de fabriekshal. En zij hadden dus bij gebrek aan bijvoorbeeld zacht gras, mos en ook takjes, hadden ze toch willen beginnen met het maken van een nest. En daartoe hadden ze dus kleine stukjes ijzer van de vloer moeten verzamelen. En ze hadden dus een nest gemaakt van stukjes ijzer. Ik zag die foto en dat raakte mij heel diep, want ik zag daar meteen een soort menselijk verhaal in. Hè? Hoe wij door voortplantingsdrift gedreven allemaal gezinnen stichten, huizen bouwen. En dat lijkt altijd gepaard te gaan aan een blind vertrouwen in een goede afloop. En dat is niet altijd zo. Nee, dat is niet altijd zo. En ik moet je zeggen, die scène in dat boek heb je ongelooflijk mooi beschreven. Sowieso vind ik dat jij dingen zo mooi en precies beschrijft. En inderdaad, die koude eieren, dat maakt dan ook meteen duidelijk eigenlijk waar het boek over gaat. Kun je daar in het kort iets over zeggen, waar het boek over gaat? Het boek is dus eigenlijk ontstaan uit het beeld van die foto. Dat is als het ware hoe bij mij altijd boeken ontstaan, vanuit een soort oerbeeld. En je kunt dat vergelijken met het hart van een bloem, waaruit dan daarna allerlei blaadjes groeien. En ik heb dus dat beeld van dat nest hoe ze hun best hebben gedaan om daar iets moois van te maken, heb ik gebruikt als een soort bron voor het verhaal van deze architect in het boek huizen bouwde voor heel veel andere gezinnen. Maar hoe hij na een scheiding zijn eigen thuis is verloren. En dat zit een mooi spanningsveld in, hè? Als je heel goed weet hoe je huis moet ontwerpen voor anderen, maar niet weet hoe je je eigen thuis moet behouden. Daar gaat het boek echt ten diepste over. Ja. Ik vind ook de passages bijvoorbeeld die een beetje teruggrijpen op de jeugd van de hoofdpersoon, die zich afspelen in natuurlijk Friesland, die raakte me ook heel erg, want ik vraag me heel vaak af, wat is nou huis en wat is nou thuis? En ik heb ook zelf natuurlijk, ben ik opgegroeid in Friesland, en heel warme gevoelens daarbij. Alleen dat blijft natuurlijk iets in je hoofd. Want als je nu terug zou gaan, is dat toch allemaal heel anders. En dat vind ik ook het mooie en het verstilde van dit boek, dat zich ook heel veel afspeelt in het innerlijk van iemand. En een huis is natuurlijk een metafoor daarvoor. Maar vertel eens iets over dat je toch weer teruggreep op die Friese achtergrond, het landschap. Ja, ik ben natuurlijk opgegroeid zelf in het noorden, hè, in het hoge noorden, in Friesland. En dat is een gebied waar dingen maar heel langzaam veranderen. En waar als mensen daar bijvoorbeeld in het huwelijk treden, dan is dat voor altijd. Ja. En of dat nou een gelukkig huwelijk is of een ongelukkig huwelijk, dat doet er niet toe. Dingen veranderen daar niet. En ik ga zelf heel graag naar dat landschap weer terug, omdat dat is een soort baken in de grilligheid van de mensenleven. Hè? Dat er bepaalde plekken zijn waar niets verandert. Dat is een heerlijk houvast. In een leven waarin van alles voortdurend verandert. En waarin je de dingen ook niet in de hand hebt. Hè? Dingen om je heen veranderen. Dus het is zo ontzettend heilzaam om je te laven aan een bepaalde plaats waar niets verandert, waar altijd alles hetzelfde zal zijn. Ja. Ja, na schrijven ben je ook beeldend kunstenaar. En ik vind het heel mooi dat in jouw werk dat ook heel erg naar voren komt, op allerlei manieren. Maar ik wilde het eigenlijk met je hebben over dat prachtige hoofdstukje. En ik ga nu zeggen, en dan ga jij mij verbeteren, want jij spreekt beter Japans dan ik, dat weet ik nu al. Het werk van Do
Ho Su? Ja. Hoe zeg jij dat? Do Ho Su? Do, ja, is een Koreaanse kunst. Ja, Koreaans, ja. Niet Japans, ja. Inderdaad. Vertel daar eens iets over, voor de mensen die zijn werk niet kennen. Ik heb zijn werk gezien in Museum Voor Linden in Wassenaar. Je moet je voorstellen, je betreedt daar grote museumzalen en aan het plafond hangen huizen, maar niet van steen, maar van doorzichtige stoffen. Je ziet daar kamers, gangen, deuren. Die hangen daar als een soort wolk in de lucht. En dat zijn huizen waarin deze kunstenaar vroeger heeft geleefd. En hij verzamelt als het ware zijn hele woongeschiedenis om dat altijd weer mee te kunnen nemen, de toekomst in. En hij hangt die huizen in museumzalen. Ja, ik vond dat heel passend bij het thema van dit boek. Ja. Want dat betekent ook eigenlijk dat je die huizen kun je altijd meenemen. Zoals dat eigenlijk ook in je herinnering, hè, waar je woont, waar je thuis voelt, maar ook waar je je veilig voelt, neem je ook altijd mee in je herinnering. Dat hoort een beetje bij, eigenlijk bij wie je bent. Je ergens thuis voelen en dat is los van stenen en daken, dat zit in je. Ja, het gevoel woont in je. Ja. En ik vond het werk van deze Do Ho Su daarin ook heel mooi samenvallen met een bepaalde droom die deze architect heeft in het boek. Waarin hij droomt op een nacht dat hij op zijn knieën door zijn huis kruipt. En dat hij op die vreemde ooghoogte ineens allerlei deurtjes ontdekt in zijn huis. Die er normaal gesproken niet zijn of die hij niet ziet. En die deurtjes blijken allemaal toegang te geven tot nieuwe kamers in zijn huis die hij ook nog niet had ontdekt. Dus een soort extra ruimte. En dat is de kracht van de verbeelding natuurlijk, waar ik ook heel graag over schrijf. Wat ook een van de belangrijkste bronnen is, denk ik ook, voor mijn werk als beeldkunstenaar, over schrijven, de verbeelding. Ja, dat geeft dat heel mooi weer, hè? Hoe in dat hoofdstuk die droom met die ijle huizen van Do Ho Su wordt verbonden. Waarin ook een soort extra ruimte en een soort lichtheid en een transparantie en van alles is nog mogelijk. Zo'n lege kamer. Ja, dat gevoel heb je toch ook vaak als je net bent verhuisd. Dat je die kamers opnieuw een bestemming moet geven. Ja. Zo'n heerlijke leegte. Ja. Ja, ik hou heel erg van lege ruimtes waarin je dus zelf je ideeën en van alles kunt projecteren als het ware. Ik zie dat ook wel een beetje terug in jouw kunst. Ja. Dan denk ik, ja, dat, weet je, dat is ook verstild. En volgens mij is het ook gekomen dat iemand tegen zei, ja, het is een beetje Japans aandoend. En zo ben je ook naar Japan gegaan. Ja. Maar ik wil nog even bij je boek blijven. Want een huis voor jezelf creëren als volwassene kun je natuurlijk met levenservaring. Maar dit boek gaat ook heel erg over het huis creëren voor een kind. Ja. En dat het kind zich op moet splitsen en moet leven in twee huizen. Dat is een pijnlijker gedeelte, vind ik. Ja. Hoe zie je dat zelf? Ja. Zeker, dat is dat is iets waar ik in mijn eigen leven mee te maken heb gehad en waar ik ook heel erg over nadenk en na wil denken. Wat doet het met een kind na een echtscheiding om in twee huizen te moeten wonen en te leven en je op twee verschillende plekken dan ook thuis te moeten voelen? En daar heb ik in dit boek ook als schrijvende over na willen denken. En, de architect is in zekere zin, kampt hij met gewetensnood. Ja. Hè? Hij wil het leven van zijn dochter zoveel mogelijk stutten in een warm huis. Dus hij probeert toch een nieuw thuis op te bouwen. En dat is denk ik ook in het boek, ik wil ook dat er een zekere hoop uit het boek spreekt. Hij ziet in dat hij met de brokstukken van zijn verleden iets nieuws kan bouwen, iets lichts, iets goeds kan bouwen. Ja, maar dat kost hem wel
inzicht en ook zielenpijn om tot dat inzicht te komen. Ja. Ik vind dat, dat blijkt ook heel duidelijk uit het boek en dat vind ik ook eigenlijk mooie stukken. Weet je, want opgroeien en inderdaad met de ouders die uit elkaar gaan, is natuurlijk voor een kind ook heel ingrijpend. En ik vind dat je dat heel mooi en ook subtiel hebt beschreven. En inderdaad, ik kan beamen dat het ook hoopvol is. Ik heb het niet gelezen als uitzichtloos of te pijnlijk of wat dan ook. En dat is dan zo mooi van die architect, dat hij dat letterlijk en figuurlijk kan bouwen. Ik wil eigenlijk nog één ding vragen over een Friese kunstenaar, die ook zo mooi in het boek verweven is met het verhaal. Willem van Althuis. Kun je daar iets zeggen hoe je kennis hebt gemaakt met zijn werk en wat dat betekent in dit boek? Ja, Willem van Althuis, ik heb zijn werk ontdekt in Museum Belvedere. En wat mij specifiek aan hem, wat ik heel erg speciaal vind aan hem, is dat hij zijn hele leven lang als stratenmaker heeft gewerkt. En dit boek gaat in zekere zin ook heel erg over verlangens die je binnen moet opsluiten en dat wat wel naar buiten mag komen. En Willem van Althuis is daar de belichaming van, in zekere zin. Het is een hele rijke innerlijke wereld, vol kunst. Maar die moet eigenlijk binnen blijven overdag. Want overdag moet hij gewoon geld verdienen. Hij moet gewoon stoeptegels leggen. Hij moet straten maken. Maar hierboven zindert het van kleur en, en van ruimte. Hè, want hij schildert ruimte. Ja. Een soort lichtvlekken waar je in wilt verdwijnen. En hij moet gewoon overdag de grond plaveien. Dus hij doet eigenlijk iets heel tegenstrijdigs. Overdag, in zijn hoofd, daar bloeit iets. En dat wilde ik gebruiken in dit boek. Hè? Dat mensen ook dingen moeten inhouden. Zeker daar waar hij, in dat Friesland natuurlijk, wat wij heel goed kennen. Ja. Dus daar moet je dingen onderdrukken en binnen opsluiten. Maar die komen er toch uit. Die moeten eruit. Dus 's avonds is die man als een bezeten aan het schilderen. En dat oeuvre van hem, dat barstte zijn huis uit. Dat was niet te onderdrukken. En dat hangt nu over de hele wereld in grote musea. Ja, sowieso vind ik dat eigenlijk iedereen naar Belvedere moet. Daar kunnen we toch wel over eens zijn. En wat ik dan nog tot slot wil zeggen over dit boek. Ja. Ik vind dit ook zo mooi. Dat ga ik even voorlezen. Je kent de tedere kant van mijn werk. Ik voel de blijdschap om dat tedere het sterkst. Als ik aan een vinkennest denk. Het spinderag en kosmos op een meiochtend. Jammer. Toen begon ik het boek te lezen. Toen dacht ik meteen, dit ga ik in één ruk uitlezen. Ik ga het nog herlezen. Ja. Ik wil je bedanken voor het interview. En ik denk dat iedereen gewoon het boek moet lezen en kopen. Zo mooi. Tot ziens. Dankjewel.